Je genderidentiteit is hoe je je voelt. Man, vrouw en alles daartussenin. Dat kan dus anders zijn dan je biologische geslacht. Maar hoe komt het dat die twee van elkaar kunnen verschillen? Het werd vroeger altijd gezien als een puur psychologisch proces. Dat het iets te maken had met je opvoeding. En hè, dat het daar alleen maar aan lag. Tegenwoordig weten we dat het ook een biologische basis heeft. Dat kunnen ze onder andere aantonen door onderzoek waarin ze naar het verschil kijken tussen één-eiige en twee-eiige tweelingen. Want één-eiige tweelingen hebben precies dezelfde genen. En twee-eiige tweelingen die hebben verschillende genen en ook dezelfde opvoeding. In het onderzoek moesten alle tweelingen antwoord geven op vragen waaruit bleek of zij zich wel of niet fijn voelen bij het geslacht waarmee ze geboren zijn. Wat je dan ziet is dat de één-eiige tweelingen vaker dezelfde antwoorden geven op die vragenlijst dan de twee-eiige tweelingen. Terwijl die twee-eiige tweelingen dus ook dezelfde opvoeding hadden. En dat betekent dat onze genen meer invloed hebben op onze genderidentiteit dan de manier waarop we zijn opgevoed.